Vroeg of laat voel jij je een echte winnaar. Ik weet nog dat ik een hele mooie carrière voor me zag. En ik stopte met mijn hbo-opleiding omdat ik niet gelukkig was. En dat voelde enorm als falen. Maar ik wist, ik heb hier iets groots te doen. Ik heb zoveel te geven, maar ik wist niet precies wat. En al die jaren heb ik kansen gespot. Ik ben ingegaan op kansen en mogelijkheden tot ik ontdekte waar echt mijn hart lag als ondernemer. En daarin ben ik doorgegroeid. Dus zorg ervoor dat als jij voelt dat je heel veel hier te geven hebt, dat je alles aanpakt om ook echt je passie te gaan leven en het droombedrijf te creëren wat je heel erg gelukkig maakt.